Misschien heb je het gisteren ook voorbij zien komen. Busy en Akwasi, die hebben samen de track Geen Wedstrijd gemaakt, waarin ze zich uitspreken tegen racisme en politiegeweld. Mama en Paramaribo, laat mijn tranen vallen voor de zoveelste keer, maar dat is how it goes. Waarom gaat het zo? Voel het knagen aan mijn hoofd. Waarom zwijg je dan? Is dat... We hebben Busy aan de lijn. Busy, my brother, good morning. Good morning, man. Goedemorgen, bro. Goedemorgen, Broski. Broski, een mooie track. Ik had je gisteren het al gezegd. Deze track raakt me gewoon diep. Zowel de videoclip als de song zelf. Maar het is wel verrassend voor een hoop mensen om jou op een serieuze manier, of in ieder geval met zo'n onderwerp, zeg maar, een track te horen maken. Beleef je dat zelf ook zo? Ja, ik beleef het heel erg. Ik krijg veel kritiek ook. Ik krijg ook natuurlijk heel veel positieve reacties. Maar ik begrijp het ook wel. Ik heb ook... Maar natuurlijk vaak wel een beetje op hypes bewogen. En zullen mensen misschien mijn oprechtheid betwijfelen. Maar ik denk ook dat dat niet echt de discussie op het moment is. Ik vind het vooral gewoon heel erg belangrijk dat mensen... Ja, weet je, door de ogen kijken van ons gewoon. Van gekleurde mensen eigenlijk. Ja. En ik ben heel erg trots op mijn kleur. En dat probeer ik ook over te dragen. En ook is het voor denk ik, witte mensen heel moeilijk om het probleem zelf te ervaren en te zien. Er wordt ook heel vaak gezegd van in Amerika is het veel erger dan in Nederland. In Nederland gebeurt het niet. Nou, ik kan jou vertellen dat elke jonge vrouw, man, meisje met een donkere huidskleur heeft dit ervaren. Weet je? Tot aangehouden worden zonder reden. Als achterna gezeten worden in een winkel omdat je zogenaamd aan het stelen bent. Totdat je mensen wilt helpen die denken dat je iets anders, andere motieven hebt, zeg maar, weet je wel. Ja, heb je dat zelf ook, zeg maar, kun je dan een voorbeeld geven hoe jij dat zelf, zeg maar, hebt beleefd? Wat mij het meeste kwetst, nou ja, sowieso word ik natuurlijk gewoon sinds ik wat duurdere auto's rijd, ja, om de avondklap aangehouden. Nu is het gelukkig wat minder, omdat ik ook wat bekender ben. Dus dan weten ze eigenlijk waar ik mijn geld verdien en dan is het wat minder bevooroordeeld, zeg maar. Maar ik heb dat heel veel meegemaakt. Daarnaast heb ik ook wel eens dat ik gewoon na een hele dag werken in een winkel, even met mijn homies na een koopavond had ik 12 uur gewerkt, stonden wij buiten, werden we gewoon weggestuurd door groepsvorming, omdat mensen zich bedreigd voelden, gewoon puur omdat er een groep donkere jongens stond eigenlijk, die niks aan het doen was dan dat wij gewoon even onze dag besproken na een dag keihard werken, weet je wel. Ja. Kijk, dat doet gewoon pijn. En om even terug te komen op het feit dat mensen het niet van mij verwachten. Kijk, ik ben inderdaad niet als Akwasi zo educated op dit vlak. Maar dat is ook niet hoe ik mij beweeg in het leven. Ik heb ook verder niet echt veel diploma's. Heeft mij nooit tegengehouden om wel succesvol te worden. En nu ook zag ik wel wat er gebeurde. En was ik niet heel begaan met alle hashtags of movements. Maar het kwam gewoon vanuit mijn hart. Dit is voor mij geen zakelijke move of media, aandachtgeile move, cloud, whatever. Voor mij is dit gewoon ook een manier om mijn platform te gebruiken en nog meer mensen te proberen te raken en hun ogen te openen. Omdat het wel heel belangrijk is dat uiteindelijk mensen begrijpen dat black lives do matter, like every other life. Maar nu is het gewoon belangrijk dat black lives matter naar voren komt. Dat het gewoon wordt gezien, dat dit nog steeds speelt en dat dit echt nog steeds speelt. En niet omdat je het als witte persoon in Nederland niet ervaart en niet is. Ja. Niet omdat je ons nu niet ziet plunderen op straat of omdat je niet bij jou om de hoek een donkere man in elkaar slaat ziet worden door de politie. Maar omdat wij 's nachts aangehouden worden wanneer niemand het ziet, betekent niet dat het niet gebeurt, snap je? Ja. En dat is vooral de message die Akwasi en ik willen geven en dat we er klaar mee zijn. Ja, en wat ook bijzonder is, want heel veel mensen denken gelijk van oké, ja, maar ze hebben een commerciële track en weet ik veel wat. Maar de opbrengsten die gaan wel naar goede instanties. Welke organisaties allemaal? KOZP, Black Queer Transition, Nederland wordt beter. Ja. Het is allemaal naar een goed doel. Wat ook heel vet is, Frames. Ook de Memru, de producer Bartolini, Tariq, Tellem. Iedereen heeft hier eigenlijk kosteloos aan meegewerkt. We hebben een hele mooie camera kunnen gebruiken met super dikke lens, omdat iedereen er gewoon achter stond en ook de authenticiteit voelde die wij overdrachten, weet je wel. Dus ja. Hoe wij aan dit project begonnen was gewoon puur omdat, nou ja, je wordt gewoon doodgegooid online met al die filmpjes van police brutality. En niet alleen in fucking Amerika. We zagen het ook gewoon gebeuren in Rotterdam, weet je. Dat een jonge dame gewoon in een chokehold werd gehouden door de politie. Ik bedoel, hoe kan dit, weet je. Het is 2020. We moeten gewoon normaal behandeld worden. We zijn geen bedreiging omdat we meer pigment in onze huid hebben.
dan een wit iemand die gewoon op een normale manier staande gehouden wordt. Snap wat ik bedoel? Duidelijk. En die oprechtheid. Ja, papa komt zo, schatje. Ja. Ik praat met de radio. Maar die oprechtheid zit er gewoon in. En ik hoop dat mensen dat zien. En als ze dat niet zien of niet begrijpen, en het inderdaad vinden dat ik me nooit op deze manier heb geuit, dan vind ik dat jammer. Want het gaat in principe gewoon om de boodschap. Ja, en de boodschap wordt ook heel duidelijk gemaakt. Er zijn twee verschillende videoclips. Als je met, zeg maar, er zijn twee verschillende videoclips geüpload op de website, op het YouTube-kanaal van Noah's Ark en Top Noise. Wat was het idee om twee verschillende videoclips te schieten bij één song? Het idee was gewoon om eigenlijk zoveel mogelijk aandacht te trekken voor het probleem. En met twee video's hebben we ook twee kanalen. Top Notch en Noah's Ark. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon symbolisch. Ik bedoel, we weten allemaal wat er gebeurd is. En we weten ook gewoon eigenlijk hoe onze woede er nu is. En hoe eigenlijk gewoon heel veel mensen naar de politie kijken. En dat respect naar elkaar moet terugkomen. Dat is er nu gewoon niet. En daarom zie je eigenlijk geen verbroedering in de video. Maar je ziet eigenlijk gewoon twee tegenstrijden van elkaar. En waar wij naartoe willen is dat wij gewoon normaal, net als iedereen, behandeld worden. En dat wij worden gezien als geen bedreiging, maar als een groep mensen die ontzettend veel mooie dingen brengt met onze cultuur in de maatschappij. En laten we hopen dat gewoon een hoop dingen gaan veranderen. We hebben gezien dat de minister-president eindelijk heeft gezegd dat hij anders is gaan denken over Zwarte Piet. Laten we hopen dat we ook alles ook gewoon kunnen gaan veranderen met z'n allen. Dus, maar nog steeds is dat natuurlijk gewoon, want daar laat ik mij elk jaar wel heel duidelijk over uit. Ook bijvoorbeeld het Zwarte Piet verhaal. Nog steeds is dat gewoon, kijk, er wordt nog steeds gezegd, ja, wij in ons dorp blijven Zwarte Piet gewoon, want we vinden er niks racistisch aan. En dus is het niet racistisch. En dat is ook het hele probleem. Mensen moeten gewoon zien hoe het door onze ogen ervaren wordt. En dan kan je ook het probleem pas echt erkennen en kunnen we vooruit met z'n allen. De